Jullie dachten zeker dat het afgelopen was. Het verhaal van ons hertogdom Gelre. Dat alles verloren was, omdat we ooit op onze knieën gedwongen zijn door de Hollanders. We hadden natuurlijk onafhankelijk moeten blijven. Al bijna 500 jaar maakt Gelderland onrechtmatig deel uit van Nederland. Onrechtmatig! Ga op zoek naar de verhalen van de hertoginnen van Gelre. Volg hun spoor. Na Eleonora, Maria en Mechtelt gaan we vandaag op zoek naar de vierde hertogin van Gelre, Catharina van Beieren. Maar wees op jullie hoede, want het geheim van de hertogin legt een bom onder de Nederlandse staat. Kom. Hier vinden die Hollanders ons nooit. Doe die deur dicht. Gelderland. Gelre. Mijn Gelre. Ik groet u allen zeer. Kom, reis met mij mee naar ons oude vaderland, het hertogdom Gelre. Ooit was Gelderland een zelfstandig en vrij vorstendom. Met eigen hoofdsteden, een eigen parlement, met eigen hertogen en hertoginnen. Helaas ging ons hertogdom Gelre verloren in de golven van de geschiedenis. Al mijn hoop is gevestigd op onze ridders. Daarvoor moeten zij het spoor volgen van de hertoginnen van Gelre. Komen zij achter mijn geheim? Dan is het hertogdom Gelre misschien nog niet definitief verloren. Alles voor Gelre. In de kroniek van Erkelens staat niet zo heel veel over Catharina van Beieren. Nee, ook in de kroniek van Slichtenhorst, toch het boek over de Gelderse geschiedenis, geschreven in het Nederlands. Ja. Helemaal niks. Behalve dan dat ze afstamt van de graven van Holland, vind ik ook wel een dingetje. Ja. En dat ze getrouwd is met Eduard. Ja, hertog Eduard, dat was pas 12 jaar. Zij was pas 12? Ja. En 2 weken later ging hertog Eduard naar het slagveld bij Baasweiler. Oh, Baasweiler. De Gelderse hertog Eduard had hier die slag van Baasweiler gewonnen. Ja. Wir haben gewonnen. Gelre, alaaf, alaaf. Alaaf, alaaf. Gelre, überall. Donnert de jubel, schmettert de schall. Gelre, überall. Wir haben gewonnen. Ja. Hier in Baasweiler wint hertog Eduard van Gelre een van de grootste middeleeuwse veldslagen. Maar dan slaat het noodlot toe. Na zijn overwinning doet hij het vizier van zijn ridderhelm open en een pijl doorboort zijn hoofd. Het gerucht gaat dat een Hekerense ridder de pijl doelbewust heeft afgeschoten. Hertog Eduard leeft nog een paar dagen en overlijdt dan aan zijn verwondingen. Dus ze was na 2 weken al weduwe? Ja, er staat hier wel over hertogin Catharina dat er een spreekwoord is, of een uitspraak van haar, dat moet zijn God geklaagd dat ik weduwe ben en de maagd. 2 weken getrouwd en nog steeds maagd? Ja, het Eduard niet goed gedaan. Maar ze wilde alleen maar vervolgens trouwen met een nieuwe heer van Gelre. Dat begrijp ik dan wel weer. En dus trouwde zij een paar jaar later met hertog Willem van Gelre, de nieuwe hertog. Overal op dit festival, het Gebroeders van Limburg festival, zie ik hertog Willem zo prominent. Ja, hertog Willem was natuurlijk de heerser tijdens het leven van de Gebroeders van Limburg, de heerser van Gelre. En Gelre was niet niks. Eigenlijk heeft hertog Willem de Gelre gemaakt tot een hele grote, krachtige provincie. Ah ja, Willem van Gulik. Daar is ze dus al die tijd mee getrouwd geweest. Mm. Maar verder zie ik echt helemaal niets over hertogin Catharina. Behalve zie ik hier dat ze in 1400
in Hattem in de Dikke Tinne is overleden. Ik lees hier dat ze op Monnikenhuis is begraven. Dan ga ik daarheen. Ik ga naar het kasteel van Hattem. Wel een biertje mee. Hattem. In de kroniek van Slichtenhorst staat niet veel over hertogin Catharina van Beieren, maar wel dat ze meestal hier verbleef. In het uiterste noorden van het hertogdom Gelre. In de middeleeuwen stond hier het machtige kasteel van de Gelderse hertogen, de Dikke Tinne. Catharina van Beieren overleed kinderloos op deze plek. Van het kasteel is niks over en ook van de hertogin is hier geen spoor te vinden. Een paar maanden nadat hertogin Catharina was overleden in Hattem, werd ze hier in Arnhem begraven. Ooit stond op deze plek dat beroemde grote klooster Monnikenhuizen. Hertog Willem van Gelre bepaalde dat deze plek het nieuwe familiemausoleum van de Gelderse vorsten zou worden. Zijn vrouw was de eerste die hier werd begraven. Maar ook hier geen spoor van de hertogin. Goedemorgen. Goedemorgen. Hier moet toch ergens een klooster hebben gestaan? Ja, hier. Ja, op deze plek. Ja. Hier. Ja. Een heel groot klooster. Heel groot klooster. Ja. Zo eigenlijk groot. Het hele gebied was niet plat, maar hier stond het hele grote klooster Monnikenhuizen. Reinoud II van Gelre, die heeft dit klooster gezicht in 1342. Dus eigenlijk was het bijna een privéklooster van de hertog van Gelre. Wie zaten hier? Nou, je kent ongetwijfeld Geert Grote. Ja, die kent ik. Ongetwijfeld. Moderne devotie. Moderne devotie. Eigenlijk de beweging, de hervormingsbeweging van Nederland, die tot nu toe niet geëvenaard is. Er is nooit een grotere hervormingsbeweging geweest. Wat betekende de moderne devotie voor mij gewoon als Gelderse burger? Nou, eigenlijk was iedereen toen katholiek. En jij als Gelderse burger ging op zondag naar de kerk, de grote kerk van Zutphen of van Doesburg of in van Arnhem. In het Latijn, Gregoriaans zingen en je begreep er helemaal niks van. En Geert Grote zei, dit moet anders, dit moet in de taal, het Diets, het Neder-Duits. De taal van het volk. De taal van het volk. En hij zichtte eigenlijk volkskerken. En die volkskerken, ja, die begrepen dat, maar als je niet kan lezen, dan ben je nog niet ver. Dus je moest naar school. Ja, je moest naar school en die Bijbel, die moest vertaald worden in dat Neder-Duits. Ver voor Luther ooit kwam, was hier de Bijbel al vertaald in het Neder-Duits. Dus die hele gedachte van de moderne devotie, die is hier, ja, op deze, ja, plek. Neem het volk mee in die hervorming en laat ze participeren. Hè, een mooi modern woord tegenwoordig. Laat ze participeren gewoon in die samenleving als gelijkwaardigen en niet als ongelijkwaardigen. En hoe zag je dat dan terug in de Gelderse samenleving van die tijd? Nou, dat die minder hiërarchisch werd. Dus dat het volk ook meer kreeg te zeggen. Maar ook dat de adel, hertog van Gelre, dat hij veel meer naar het volk ging luisteren. En veel meer ging doen wat het volk wilde. Op een gegeven moment die beweging van die moderne devotie, dat is een soort inktvlek die zich uitvloeit, ja, ja, over Noordwest-Europa. Noordwest-Europa, ja. Hoeveel kloosters waren als dat? Als je kijkt naar het aantal kloosters, dan gaat dat over de 1000. Dus ik denk zo'n 1200. In 80 jaar meer dan 300% groei. Nou, McDonald's zou daar trots op zijn. Dus dit is de geboortegrond van de moderne devotie? Dat kun je wel zeggen, ja. Ja. Hier is het ontstaan. In het hoofd van Geert. En die Geert Grote, hoe zag die eruit? Die mensen hebben geprobeerd om nog iets qua kunst, qua hoe die eruit zag. Hij was ooit een burgemeesterszoon. En hij was ook altijd armoedig gekleed. Hij wilde geen rijkdom meer. Hij wilde dus ook niet afgebeeld worden. En toch hebben ze hem nog kunnen natekenen. Ja, maar het is zo. Maar waar ik dus wel een beetje mee zit, is dat fantastische klooster. De grootste religieuze hervormingsbeweging van Europa. Hij vertaalde de Bijbel, ja, in het Nederlands, in onze taal. Dat er niets meer van te zien is van het klooster. Ja,
Alleen dit. Maar wat is dit? Ja, dit is nou echt het laatste. Dit is een grafzerk. Grafzerk? Uit het klooster Monnikhuizen. Op de kop gelegd. Zou het de grafzerk van hertogin Catharina kunnen zijn? Het zou heel goed de grafzerk van Catharina kunnen zijn. Alleen weten we dat niet. Weten we niet zeker. Want er zijn meerdere Van Gelders daar begraven in Monnikhuizen. Ik durf te zeggen dat het van Gelder is. Want alles van het klooster was van hertog Van Gelder. Die had het klooster gesticht. Dus ook deze grafzerk. Ik doe het recht aan als ik... Ja. Zal ik het dan hier doen? Ja, dan zien de plek die hier blijvend is. Het blijft raar dat ik in de kroniek van Slichtenhorst zo weinig lees over hertogin Catharina van Beieren. Over de moderne devotie die in haar tijd ontstond, lees ik wel het een en ander. Misschien brengt de moderne devotie ons dichter bij de hertogin. Hier in Huis Berg liggen boeken met bijbelvertalingen door Geert Grote. Wat een prachtige boeken, Miranda. En zijn deze nou echt van Geert Grote? Nee, ze zijn niet van Geert Grote zelf. Maar Geert Grote heeft er wel een belangrijke rol in gehad. Hij heeft namelijk deze teksten vertaald. Dus deze teksten, dit is gewoon Nederlands, hè? Dit is gewoon middel-Nederlands. Middeleeuws. En dat zijn geen Latijnse teksten? Nee. Het zijn wel bijbelteksten, maar niet het Latijn. Maar gewoon in het Nederlands, vertaald door Geert Grote. Ja, Geert Grote die was er helemaal klaar mee dat niemand de teksten zelf kon lezen. En hij vond dat iedereen zelf de kans moest krijgen om een band op te bouwen met God. En dus zelf toegang kon hebben tot die teksten en tot die boeken. En hij heeft ervoor gezorgd dat deze teksten in het Nederlands zijn vertaald en bewerkt, zodat iedereen het in heldere taal kon lezen. Oh, dit kan je echt lezen, ja. Hier beginnen die zeven getijden van het... Van de Heilige Geest. Oh ja, ja, ja. Domine Labia. Dus dan zie je dat er toch nog een Latijnse achtergrond in zit. Want het is oorspronkelijk Latijn. Maar ja... De rest is allemaal in Nederlands. De rest is allemaal... Ja, want dit noemen we een getijdenboek. En getijden, dat zijn de uren van de dag waarop gebeden werd. We kennen eigenlijk geen getijdenboeken zonder decoratie. Het was ook een waardevol bezit. Net als dat het een devotioneel bezit was. Mensen droegen dit gewoon bij zich. Zoals dat boekje, zo klein dit ook. Ja. Zodat mensen op ieder moment van de dag even zelf alleen met God konden zijn. Ja, op de getijden. Dat waren dus vaste getijden die eigenlijk waren vastgezet in het klooster. Dus de monniken die deden dat. En de mensen in de stad, de leken, die hadden de behoefte om dat na te volgen. Dus dit zijn eigenlijk boeken voor, nou, zoals jij en ik. Ja, en zo wilde Geert Grote dat, volgens die ideeën van de moderne devotie. Ja. Zelf met God zijn, gewoon een boekje bij je pakken. In een hoekje met een boekje. Deze bijbelvertalingen in de landstaal. Ja. Komt het nou in heel Europa voor? Eigenlijk is dat heel bijzonder speciaal voor de noordelijke Nederlanden. Geert Grote die wilde dus dat iedereen toegang kreeg tot die teksten. En hij heeft dus heel veel teksten uit het Latijn vertaald naar het Middel-Nederlands. Ja. En ja, dat sloeg aan, want in de noordelijke Nederlanden, waar dit dus gemaakt is... is 95% van de getijdenboeken die zijn overgeleverd zijn in het Nederlands. Terwijl in Frankrijk bijvoorbeeld en in de zuidelijke Nederlanden is 95% in het Latijn. Wie maakte dit soort boeken nu? Op grote schaal dus, hè? Want... Ja, nou heel veel mensen denken dat het monniken zijn. Ja. Maar dat ligt iets genuanceerder. Je hebt heel veel lekenateliers, professionele ateliers. Dat is dit boek. Dit boek is gemaakt door een professional. Maar er is één uitzondering. Dit boek is namelijk gemaakt door 13, 14-jarige schooljongens. Er was zoveel vraag naar deze boeken dat er een hele commerciële tak ontstond. Nou, die broeders die konden dat eigenlijk niet aan. Maar die hadden de leiding over een school, de Domus Parva. Dat heet het Kleine Huis. Een klein huis dat aan dat vaterhuis vastzat. En zij hebben toen die jongens eigenlijk ingezet om deze boeken te laten maken. Dus wat wij nu als hoge kunst zien, en dat is natuurlijk nog steeds heel bijzonder, is eigenlijk gemaakt door jongens. En hoe weten we dat nou? Ten eerste omdat er rekeningen, boeken bewaard zijn gebleven. Maar ook omdat er een heel grappige spelfout in staat. Hier, kun je dat lezen?
Ja, Sarijs? Sarijs, de heilige Sarijs. Maar die bestaat niet. Oh, oké, okay. Het lag niet aan mij. Nee, het lag niet aan jou. Het is de heilige Marijs, de heilige Marius. Maar ergens zat een spelfout in het voorbeeld dat de schooljongens moesten overschrijven. En dat heeft niemand opgemerkt. Dus heel veel van de boeken hebben dus een heilige erin die niet bestaat. En daarom noemen we dit een Sarijs handschrift. En dit is nu voor ons een hele goede indicatie dat dit gemaakt is dus in die Domus Parva. Door schooljongens? Ja. De moderne devotie ontstond dus in Arnhem en verspreidde zich vanuit Deventer pijlsnel door de gebieden die wij nu Nederland noemen. In de tijd dat hertogin Catharina van Beieren in Gelre hertogin was, ontstonden overal van die nieuwe kloosters. Ook in de steden bepaalde de moderne devotie het dagelijks leven meer en meer. We hebben het over de tijd van hertogin Catharina. Ja. Hoe manifesteerde die moderne devotie zich dan in het dagelijks leven van toen? Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het zusters en broeders waren die buiten de stad eigenlijk niks te zoeken hadden. Ze wilden het in de stad laten zien. Ze wilden er zijn voor de medemens. En de steden kwamen en de dorpen werden groter. En er was ook hulp nodig. En daar ontstonden gasthuizen. Gasthuizen? Ziekenhuizen? Eigenlijk niet alleen ziekenhuizen, maar ziekenzorg, armenzorg, vreemdelingenzorg. Dus het was ook een soort herberg voor vreemdelingen. En daar waren die zusters op hun plaats. Daar waren ze aan het werk. Wow. Dank u. En dit is dan zo'n school geweest? Ja, waar ze ook vaak sliepen. Dus het was ook een soort internaat. En wat voor jongens zaten hier dan? Eigenlijk zou je kunnen zeggen van 12 tot 18, 19 jaar. Zonder geld. Hadden anders een ambacht moeten leren. En konden opeens, vanwege gedachten van Geert Grote, konden ze opeens naar school, omdat ze gratis hier onderwijs krijgen. Zo. En dat was heel bijzonder, want ze hoefden ook geen kosten in inwoning te betalen. Ze moesten alleen wel wat doen. Dus ze moesten werken na schooltijd. Ze onderhielden het kerkhof, ze waren bezig met schoonmaken, ze waren bezig met oude mensen helpen. Dus dat maakte al, dan heb je over 1400, 1430. Dus in heel veel steden in Gelre, ja, ontstonden dit soort fraterhuizen, dit soort scholen? Ja, altijd gekoppeld aan onderwijs. Waarom? Geert Grote wilde dat iedereen zelf kon uitmaken wat hij wel, wat hij niet ging geloven, wat hij niet wilde lezen. Dus qua ontwikkeling, qua talent, kwam er opeens, bam, iets naar boven van, hey, goh, ik kan goed tekenen. Nou, dan ga je tekenen. Psst. Dat is echt verheffend. Ja, het is wat ze nu modern noemen. Of bij de tijd, was eigenlijk toen al normaal. En Mink, wat is dit? Dit is een zusterklooster. Maria op de Gracht noemen ze wel. Eigenlijk het grote convent van Doesburg. En dat grote convent betekent eigenlijk gewoon het grote klooster. He, dat het een plek is waar meer dan 100 zusters in konden leven. En werden dus ondersteund, ook financieel, door Van Gelres. Onze hertog en hertogin? Ja, die steunde dit klooster. Dit wordt heel vaak genoemd in de archieven. Maar dit heet Arsenaal nu, was eigenlijk een verkeerde naam. Ja, de zussen zaten hier natuurlijk het eerst. Dus Arsenaal? Arsenaal zou ik gelijk schrappen. Zusterhuis? Ja, want het ziet er ook uit als een zusterhuis, toch? Met al die raapjes. En weet je wat ik het mooie vind? Klooster. Die combinatie zusterhuis en bier. Dat hebben ze hier ook. Ongetwijfeld. Weet je dat vrouwen ook bier brouwden? Ik word er steeds dol op. Die zusters. Omdat er geen water gedronken mocht worden. In de zon. En dan hadden ze gewoon 's ochtends vroeg om 8:30 hadden ze al bier. Nou, proost op de moderne devotie. Ja. Wat is jou nou het meest bijgebleven van die moderne devotie? Dat het in Arnhem, in Gelre begonnen is. Ja. En niet in Deventer en Zwolle. Nee, dat je mag denken en geloven zoals jij het wil, je persoonlijke beleving. En dat dat volgens mij dus ook het begin is geweest van het vrije Europese denken zoals we dat nu kennen. Ja, en ook iets van het volk, hè? De democratisering. Het is vanuit onderaf. Het is ongelooflijk. Het is echt bijzonder. Dat wij als Gelre gewoon de Europese geest hebben geboren laten worden. Hé, hoppatee. Moderne devotie.
moderne devotie had vanaf de periode dat hertogin Catharina van Beieren leefde een enorme invloed op het dagelijks leven in Gelderland. En dat werkte nog eeuwenlang door. In Zutphen ontstond bijna 200 jaar na de dood van Geert Grote een openbare leeszaal voor de burgers van de stad. Deze borduurde voort op een oudere boekencollectie die ook nog te vinden is in de Walburgerskerk. Welkom in de libreien van de Walburgerskerk in Zutphen. Dit blijft toch fascinerend, alsof je in een Harry Potter decor loopt. Ik weet zeker, Erika, als dit in Amsterdam was geweest of in Den Haag, dan was dit de toplocatie geweest in Nederland. Dat is het toch eigenlijk ook gewoon? Nou, niet alleen in Nederland. Het is eigenlijk een toplocatie van Europa. Er is nog maar één zo'n kettingbibliotheek in de hele wereld, behalve deze, bewaard gebleven. En die is in Italië, dus dan is nog wel een eentje weg. De moderne devotie is hier ontstaan, hè, aan de IJssel. Zien we daar hier in de libreien nog iets van terug? Ja, de stichter eigenlijk van onze libreien, Coenraad Slindewater, die wilde ook heel graag dat er ook voor de mensen uit de stad goede boeken om te lezen waren. En daardoor onder andere is deze libreien gesticht. Heb je daar nog een mooi voorbeeld van? Een mooi boekwerk dat echt bijvoorbeeld uit het onderwijs komt hier uit de 16e eeuw? Nou, we hebben een heel leuk boekje, niet één, maar we hebben er meerdere. Maar hier beneden hebben we er eentje staan. Een grammatica, Latijnse grammatica van Erasmus. Die ook op de school in Deventer geweest is. Maar dat zijn kennis werd hier dus ook gebruikt. Ik kan u dat boekje laten zien. Ja? Ja. Op de voorpagina kunt u dus zien staan de naam van Erasmus, Erasmus van Rotterdam. Je ziet dat de jongens er goed in gestudeerd hebben. Dit zijn aantekeningen van de jongens. Ze begon zitten kladden, een beetje nou, misschien zitten kliederen. Niet zitten kliederen, maar ze hadden nog geen schriften in die tijd. Dus ze schreven de aantekeningen die ze wilden bewaren in hun boek. Ja, wel ook tekeningetjes. En als ze zich verveelden, ja, dan gingen ze ook tekeningetjes maken en letters dichtkrassen. Dat is natuurlijk altijd leuk. Ik heb wel eens een klas met kinderen gehad en die zeiden en propjes schieten. Die dachten dat ze hier toch gescheurd hadden. Maar dat is waarschijnlijk toch gewoon van het omslaan. Okay. En dat zo'n boekje hier is, dat is wel heel bijzonder. Want die schoolboekjes, ja, die werden natuurlijk met minder zorg gemaakt, met minder zorg gebruikt. En meestal verdwenen ze gewoon. Maar een van de kanunniken was altijd de schoolmeester. En waarschijnlijk heeft de schoolmeester een keer een stapeltje meegenomen. Misschien om na te kijken, ergens in een hoekje gelegd. En eigenlijk zijn ze min of meer per ongeluk bewaard gebleven. Waar wij natuurlijk heel veel plezier van hebben. Maar dit is een schoolboekje van Erasmus? Het is de grammatica, het is een Latijnse grammatica en de auteur is Erasmus. En Erasmus is natuurlijk van het humanisme, niet van de moderne devotie. Maar dat is natuurlijk ook toch wel weer wat best heel veel met de moderne devotie te maken heeft. Ja, de impuls van de moderne devotie heeft ook daarin doorgewerkt. Ja, wat zijn de overeenkomsten tussen het humanisme van Erasmus en de moderne devotie die hier is ontstaan? Dat de mensen zelf moeten studeren en denken en zelf een mening moeten hebben over hoe ze willen geloven en hoe ze in de wereld willen staan. We moeten gaan naar de bron, kijken waar het vandaan komt. Ad fundum. Ad fundum, van bier achterover. Ja, nee, maar dat moet het glas leeg. Maar hier moet het helemaal naar de bron van de oorsprong van de woorden en in de teksten. Erika. Ik moet snel weg, maar ik denk dat ik het heb. Dankjewel. Fred. Mag ik je even storen? Dat doe je al, maar... Kunnen we even Pontanus bekijken? Ja. Ja? Je leest Latijn, toch? Ja. Hey, goed dat je er bent. Ja. Ik denk dat we het hebben. Ik ga je alles vertellen over moderne devotie, maar van Catharina geen spoor. Nee, maar we hebben verkeerd gekeken. Denk ik toch, Fred? Ja, want jullie hebben je tot Slichtenhorst gewenst. Ja. Maar dat is natuurlijk een prachtige kroniekschrijver. Die heeft ook heel veel mooie stukken over geleverd. Maar je moet ook eigenlijk wel nog een stapje verder terug. Ad fundum.
natuurlijk. Naar Pontanus. Dat deed ja. De moderne devote ook. Ik ging weer terug aan de bron. Ja, heel terug goed. Aan de bron. Heel goed. Dus ik dacht, Pontanus. Maar is er in dit oudere geschiedenisboek over Gelderland er wel iets over Catharina van Beieren? Ja, ja. Heb je iets gevonden, ja, Fred? Ja, wat dacht je? Hier hebben wij het testament van Catharina. Dat testament? Staat in Pontanus? Ja, ja, in Pontanus. Maar in het Latijn? In het Latijn, ja. Zo werden testamenten geschreven. Dat was niet in het Nederlands, dat was in het Latijn. Dit is het testament van onze hertogin? Ja, precies. En dankzij Pontanus, die dat ooit in handen heeft gehad en dacht, dat is belangrijk, ik ga dat overnemen, is het er nog, want het origineel is al misschien al een paar eeuwen zoek. Maar hoe weet je dat het testament erin staat? Dat heb ik te danken aan Jan Kuijs, historicus die helaas onlangs is overleden. Die heeft een artikel geschreven in de bijdrage mededeling in Gelder over het testament van hertogin Catharina van Beieren, het testament van 3 november 1400. En hij is dus op zoek gegaan en hij is dus zo slim geweest om nog een stap verder dan Slichthorst te gaan. En toen hij het bij de originele ook niet kon vinden, heeft hij het dus in Pontanus opgezocht. En hij heeft er helemaal beschreven hoe belangrijk dit testament is. Want we hebben eigenlijk maar één testament, dat is dit van Catharina. Andere hertogelijke testament hebben we niet. Ah, hier staat ze, Catharina de Bavaria, Catharina van Beieren. Ja, en dan Gelrie, de Julia Gensum, Duchissa Zutphanie, Ke Comitissa. Dus hertogin van Gulik en gravin van Zutphen. Ja, en wat daarin staat, je ziet hier ook vet gedrukt, dat vond Pontanus ook van belang. Monnikhuizen kregen een belangrijk legaat. Ja, dus er waren... Ja, daar is het begraven. Ja. Ja, dus je kunt in dat testament, en dat beschrijft Kuijs in zijn artikel ook, kun je precies zien ja, wat zij belangrijk vond, want daar gingen legaten naartoe. Mogen Bas en ik even een momentje alleen met het testament van de hertogin? Om het even goed... Ja, ik heb die ervaring al om er alleen mee te zijn, dus gerust. Ga lekker koffie drinken, denk ik. Hey, hartstikke bedankt, hè. Ja hoor, graag gedaan. Ridders, mooi, mooi gedaan. Ad fundum. Helaas, lieve ridders, helaas laat hertogin Catharina van Beieren zich niet dichter naderen dan haar testament. Jullie zijn wel een stapje dichter bij mijn geheim. Fijn dat jullie me vertrouwen en niet verder vragen. We doen dit allemaal voor ons prachtige hertogdom. Volgende week wacht jullie een oude liefde. Ik zie jullie denken. Dat kunnen er veel zijn. Ik doe op hertogin Maria van Gelre. De hertogin heeft wel gelijk. Ze heeft altijd gelijk. Ad fundum. Op naar het bier. Naar de kroeg. De ridders naderen het geheim van de hertogin. Ze blijven gaan. Gaan voor Gelre. Hertogin Maria, we gaan op audiëntie, eindelijk. Even via dasje, eventjes bij jou ook zo. Beltjes, heel een piek fijn, hè? Ja. Onze Gelderse helden ontdekken allerlei nieuwe verhalen over de beroemde hertogin Maria van Gelre. In dat kasteel woonde Maria? Daar boven op de berg, ja. Wauw. Als ze brieven schreef, ondertekende ze altijd nog met Maria, hertogin van Gulik en Gelre. Ze zag zichzelf nog als de hertogin van Gelre. Dus daar moet ze aan gedacht hebben. Ook als ze hier was, ja. Ga mee met de ridders. Ik verlang nu al naar volgende week. Wat een verhaal weer, hè? Dat het gewoon hier begonnen is. De moderne devotie. Ja, en dat eigenlijk de hele Europese geest daarop gebaseerd is. Er is nog zoveel over te vertellen, maar dat doen we komende zaterdag hier op Kasteel Berg. En er is ook heel veel te zien, want de boeken die wij al lang gezien hebben, zijn nu voor u ook te zien. Maar dan moet u wel zaterdag hierheen komen. Kasteel Huisberg gratis toegankelijk met die schitterende boeken van, met de vertaling van Geert Grote. Ja, en aan de overkant van het kasteel kan je lekker bier drinken. Allemaal ad fundum. Het is toch... Ad fundum, dat is het gewoon. Ad fundum.